Wist je dat je online veilige wachtwoorden kan maken en bewaren, zodat je nooit meer je wachtwoord vergeet? Maar hoe doe je dat? Veilige wachtwoorden maken en bewaren. Een wachtwoordkluis of wachtwoordmanager houdt je wachtwoorden veilig bij. Er zijn verschillende wachtwoordkluizen, zoals Dashlane, Bitwarden en LogMeOnce. Daarnaast hebben ook Apple en Google hun eigen wachtwoordkluizen. Het grote voordeel van wachtwoordkluizen is dat je maar één wachtwoord, het masterwachtwoord, hoeft te onthouden om je wachtwoordkluis te openen. Daarnaast is een wachtwoordkluis een veilige manier om je wachtwoorden te bewaren. Zeker als je gebruik maakt van tweestapsverificatie om in te loggen in je wachtwoordkluis. De meeste wachtwoordkluizen helpen je ook om sterke wachtwoorden te maken. Let wel op, want sommige wachtwoordkluizen zijn betalend of hebben naast de gratis versie ook een betalende versie. Je betaalt dit meestal per maand of jaar. Verder kan je veel gratis wachtwoordkluizen slechts op één apparaat gebruiken. Er zijn dus verschillende wachtwoordkluizen. Ik leg je even uit hoe je Dashlane gebruikt op je computer. Surf naar www.dashlane.com. Klik bovenaan op prijzen. Klik op persoonlijk gebruik. Kies het abonnement dat het best bij jou past en klik daarop. Je komt nu op een nieuwe pagina waarin je Dashlane toevoegt aan je browser. Klik op toevoegen aan je browser. Klik op extensie toevoegen. Je stelt Dashlane in als extensie, zodat je de wachtwoordkluis kan gebruiken op elke website waarnaar je surft. Je hoeft dus niet altijd de webpagina van Dashlane open te hebben. Er opent een nieuwe pagina. Klik rechtsbovenaan op Een account aanmaken. Typ je e-mailadres in. Klik op Volgende. Maak een sterk masterwachtwoord aan. Typ het tweemaal in. Duid aan dat je akkoord gaat met de dienstvoorwaarden en het privacybeleid van Dashlane. Klik op Mijn account aanmaken. Je komt nu op het startscherm van Dashlane. Wil je een wachtwoord toevoegen? Klik dan links op Logins. Klik op Nieuwe toevoegen. Vul de URL in van de website en je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan dit wachtwoord ook een naam geven en het toevoegen aan een categorie om het sneller terug te vinden. Klik op Opslaan. Wil je tweestapsverificatie activeren om je wachtwoordkluis nog beter te beveiligen? Klik dan rechtsbovenaan op Mijn Account. Klik op Instellingen. Klik op Beveiligingsinstellingen. Klik op het bolletje naast Tweeledige verificatie. Vul je masterwachtwoord in. Klik op Volgende. Volg de stappen. Nadat je wachtwoorden hebt toegevoegd aan je kluis, worden die normaal gezien automatisch ingevuld. Is dit niet het geval? Klik dan bovenaan op het puzzelstuk in de zoekbalk. Klik daarna op Dashlane. Klik op het dubbele vierkant. En kies dat je je wachtwoord wil kopiëren. Geef het in in het wachtwoordvak. Wil je een veilig wachtwoord maken? Surf dan naar een website waar je een account wil aanmaken. Klik bovenaan op het puzzelstuk in de zoekbalk. Klik daarna op Dashlane. Klik op Generator. Er wordt een sterk wachtwoord voorgesteld, maar je kan zelf nog aanpassen hoe lang het is. En welke tekens het bevat. Klik op Kopiëren. Klik met de rechtermuisknop in het wachtwoordvak en klik op Plakken. Vergeet zeker niet het wachtwoord op te slaan in je wachtwoordkluis. Ziezo, nu kan je veilige wachtwoorden maken en bewaren. Wil je nog meer weten over veilige wachtwoorden maken en bewaren? Of andere online diensten, surf dan naar digihelper.be of bekijk meer video's op VRT Max.